Voor DVS TV. Natuurlijk even het traditionele interviewtje met de trainer Roeland. Roeland, afgelopen zaterdag in Scheveningen. DVS TV was er niet bij. Ik heb er dus ook helemaal niets van gezien. Je was toch redelijk nog coulant, zeg maar, voor de spelers. Terwijl ik hier en daar van sommige supporters ook wel een paar andere dingen hoorde. Ja, kijk, je kijkt altijd of de groep er maximaal voor gaat. Dat is één. Ten tweede, kijk, dat heb ik vaker dit seizoen gezegd, van je hebt wel te maken met een tegenstander. En wil je een aantrekkelijke wedstrijd krijgen, dan heb je gewoon twee ploegen nodig die in ieder geval vooruit willen voetballen. En laat ik het anders zeggen, die willen voetballen om te winnen. En ik denk dat wij zaterdag tegen, met alle respect, maar een ploeg hebben gespeeld die voetbalt om niet te verliezen. En dat was hun tactiek en dat is hun volste recht. Maar ja, dat maakt het gewoon heel moeilijk en lastig om er dan ook een spectaculaire wedstrijd van te maken. Want hun staan gewoon regelmatig met 11 man achter de bal. En daar moeten wij dan doorheen zien te komen. En dat is dit seizoen al een aantal eerdere keren voorgekomen. En als je dan op voorsprong komt, dan gaat zo'n ploeg wel komen. Dan komen er wel ruimtes en dan wordt het ook direct een aantrekkelijke wedstrijd. Hè? Dat was hier thuis dus ook het geval tegen hun. Maar in dit geval kwamen wij achter. Ja, en dan moet je continu maar proberen om er doorheen te voetballen. En waarbij de tegenstander eigenlijk alleen maar bij elke balverovering diep speelt. Dus als ik dan gewoon moet gaan vertalen van nou, wat hebben we niet goed gedaan. Hè, dan denken mensen misschien aan de kant dat ze zien van ja, er was geen beleving, er was dit niet, er was dat niet. Maar feitelijk moesten wij door die muren heen voetballen. En hebben wij daarin denk ik wel een wat te laag tempo gecreëerd. De opbouw was niet altijd helemaal goed. En daar bedoel ik mee van niet goed voor de man pasen en niet het juiste moment in pasen. Soms van net wat te laat. Ja, en dan kom je er niet goed doorheen. Dus dat hadden we beter moeten doen. En ik vond dat we de tweede helft wel prima gevoetbald hebben. En hebben wij het gevoel continu gehad dat wij die wedstrijd zouden gaan winnen in de tweede helft. Ja. Ik vind het toch wel frappant dat de tegenstanders over het algemeen DVS in de eerste competitiehelft, zeg maar, ze gingen er vol in. Zo van, dat is de debutant, dus wij moeten even wat laten zien tegen die ploeg die voor het eerst in de topklasse uitkomt. En vervolgens heeft DVS toch kennelijk behoorlijke naam gemaakt. En daar heb je dan in de tweede competitieronde toch meer last van gehad. Ja, sommige ploegen die gaan wel anders tegen ons voetballen. En dat ben ik met James. Ja, dus ploegen houden gewoon meer rekening met ons. En dat is onze eigen verdienste. Maar goed, daar moeten wij ook wel weer een antwoord op hebben. Dus dat moeten we ook weer zo voor elkaar krijgen om daar bijvoorbeeld doorheen te spelen. En ja, verder denk ik gewoon van, je hebt gewoon een aantal teams, wat ik net ook zei, van die gewoon heel erg compact spelen. Dat is hun manier van spelen. Daar kiezen hun voor. Ja, en daar moeten we mee leren omgaan. En ja, als je verder nog kijkt, kijk, in de eerste seizoen zelf hebben wij natuurlijk ook wel best wel veel moeite gehad om wedstrijden te winnen. En dat ligt niet alleen aan ons. Je kunt gewoon zien aan heel veel ploegen dat het echt wel heel moeilijk is om wedstrijden te winnen in die topklasse. Alleen, we hebben vlak voor de winter hebben we natuurlijk een aardige reeks gehad. Volgens mij iets van 3 wedstrijden dat we de volle winst pakten. En toen kwamen we gewoon in één keer in een hele goede uitgangspositie. En ook direct na de winterstop hebben we toch tegen een aantal hele goede tegenstanders hebben we toch nog wel redelijk resultaat gehaald. Een paar keer gelijkspel ook tegen een paar hele goede. Maar goed, het probleem van wat we toen hadden, dat is nog steeds wel. Maar dat hebben heel veel ploegen. Gewoon wedstrijden winnen in de topklasse is gewoon echt heel moeilijk. Dan moeten heel veel dingen goed kloppen. En dan speel je zaterdag tegen Excelsior Maassluis. Dat was de eerste wedstrijd. Dat was gelijk natuurlijk sensationeel. 0-2 voorsprong. En ja, we wisten niet wat ons overkwam. En uiteindelijk had je die wedstrijd gewoon eigenlijk kunnen en moeten winnen. Ook nog een beetje met de hulp van de scheidsrechter het liefst erbij, weet je wel. Dat waren echt cruciale en opwindende momenten. En die tegenstander die staat zomaar tweede. Het is niet te geloven. Maar ja, daar kunnen jullie zaterdag natuurlijk wel een hele mooie pot tegen maken. Ja, dat is sowieso de bedoeling. Kijk, als je die eerste wedstrijd zag, dan was dat ook zo'n wedstrijd van een ploeg wat eigenlijk het jaar daarvoor wat moeite heeft gehad. En die moet dan openen tegen een debutant. Hè? Dus nou ja, dat is altijd leuk, lijkt mij. En dat klinkt altijd gunstig. Maar ik denk dat wij gewoon daar een hele goede wedstrijd hebben gespeeld. En hun gingen toen wel veel vooruit voetballen. En daar konden wij dus ook goed gebruik van maken. En daardoor ging die wedstrijd daar gewoon op en neer. We kwamen op voorsprong, hun moesten komen.
Ja, en inmiddels spelen hun volgens mij ook wel een beetje een spel van vanuit een hele gesloten organisatie tegenstander opvangen. En wij hebben uiteindelijk denk ik, als je kijkt naar hun, in die wedstrijd hadden we toen heel veel kansen om het gewoon te beslissen. En denk ik dat we ook gewoon benadeeld zijn toen. En volgens mij hebben hun nu, sinds eind september of zo, hebben ze niet meer verloren. Ze hebben niet meer verloren, nee, inderdaad. En Kevin Vink die speelde de eerste wedstrijd toen niet mee. Die had nog een schorsing, daar heb je wel mee te maken natuurlijk. En die Moreiro, die kwam er zo halverwege de wedstrijd in. En dat zijn toch wel twee spelers. Ja, nou, daar zou je wat maatregelen tegen kunnen nemen, denk ik. Ja, kijk, ze hebben gewoon een prima team, dat is duidelijk. En ik denk dat in die wedstrijd ook, dat wij de tweede helft, dat we echt onder druk stonden die tweede helft. Maar toen kwam er zoveel ruimte achter te liggen en dat konden we steeds heel goed benutten. Dus voor zaterdag houdt het toch gewoon in dat wij waarschijnlijk het spel moeten maken en het doorzien moeten zien te komen. En uiteindelijk ook als wij een goal gaan maken, op voorsprong komen, dan gaat er gewoon meer ruimte ontstaan. En dan wordt zo'n wedstrijd gewoon leuker, dan gaat het meer op en neer. Stel je nou voor, hè? Rijnsburgse Boys, GVVV, allebei verliezen zaterdag. Zou zomaar kunnen. GVVV uit naar Katwijk. Rijnsburgse Boys heeft het ook moeilijk, dacht ik. En wij winnen. En dan sta je opeens toch weer op 3 punten. Ja, kijk, laat duidelijk zijn, we geven nog steeds niet op. Hè? Maar kijk, het voornaamste is gewoon van, we hebben twee thuiswedstrijden. Nou, thuis wil je gewoon zeker goed het seizoen afsluiten. Dus we willen gewoon zeker eigenlijk die twee wedstrijden gewoon winnen. Maar we moeten eerst gewoon even focussen helemaal op onszelf. Zelf een wedstrijd winnen en dan pas eigenlijk weer verder even naar die stand kijken. Eerst zelf winnen. Heel veel succes ermee. En ook met de voorbereiding. Dankjewel. Naast mij de trainer-coach van Dames 1 van DVS 33. En die verdienen langzaam maar zeker een podium. Want draai je toch een redelijk seizoen met Mirjam. Mirjam, ja. Ja. Van de Horst, hè? Ja, ook nog. Oké, goed. Ja. Mirjam, jij draait hier voor het tweede seizoen, als ik het goed heb. Ja, dat klopt helemaal. Ja. En dat gaat gewoon eigenlijk best wel heel goed. Hele gedreven groep en het is prettig om met ze te werken. Ja, ik zag je laatst in de kantine toevallig spreken met speelsters, wat ze van plan zijn en of ze volgend seizoen er nog bij blijven. Blijven de meesten? Als het goed is, heb ik er van eentje gehoord die stopt. Dat is Diede. Dat is best wel jammer, want dat is best wel een smaakmaker binnen het team. Dus die gaan we zeker missen. Maar ja, we zijn nog volop in de race voor na-competitie. Ik hoop eigenlijk dat we dat gaan halen, zodat we kunnen promoveren naar de tweede klas. Ja, dan hoop ik eigenlijk dat er gewoon vanuit Ermelo en omstreken gewoon meiden hier graag naartoe willen komen. Ja, zo is dat. Want je in de jeugd heb je ook nog best aardig wat teams waar wel wat bij zit. Ja, er zit zeker wat bij. Ik heb een potentiële groep van een stuk of 6 meiden uit de A. Die denk ik het niveau volgend jaar gewoon bij ons aankunnen. Die trainen mee. Die ruiken al een beetje aan dames 1. En die pas ik af en toe ook gewoon in. En dat gaat fantastisch. Ja, als ik denk aan Maaike Blom. Ik ken haar toevallig. Ze is een oud leerling van me op Groevebeek. Ja. En die in de tweede klasse, in de brugklasse. Ja, ik lachte me kapot. Die passeerde achterloos de boys met zaalvoetbal en ook op het veld. Ja, nou dat is inderdaad een van de speelsters, wie ik bedoel. En die moeten denk ik inderdaad volgend jaar toch wel een stapje weer gaan maken. En dat is natuurlijk alleen maar goed voor de ontwikkeling van die meiden. En Miranda Dul, die moet volgend jaar nou in er eentje de sfeer maken. Maar of hebben ze er nog wel een paar over? Ik denk het wel, hè? Marlon Den Boer. Ja, nee, Marlon is vorig jaar inderdaad al gestopt. Maar Miranda inderdaad, ja, die zal de kar qua enthousiasme inderdaad moeten gaan trekken. Ja, want ik kan me nog herinneren dat ik ze alle drie, Diede, Marlon en Miranda Dul in mijn uitzending had als gast. Nou, ik zal je vertellen, dat was wel een feest, hoor. Ja, dat klopt. We hebben inderdaad in de kleedkamer ook wel de nodige hilariteitjes gehad. En
Dat is toch wel even anders qua cultuur, zeg maar, hier. Ik heb 3 jaar bij Oene gezeten. Ja, en dan was het toch wel iets anders qua sfeer in de kleedkamer. Ja veel serieuzer of... Ja, die waren, ja, dat zijn misschien toch wel wat meer boers aangelegde meiden. En die zeiden eigenlijk alleen maar ja en amen. En dus dit is wel even wat anders. Oene, dat zijn wel meiden van Stavast. Je zegt altijd, de uitdrukking is jongens van Stavast. Maar er zijn ook meiden van Stavast dus. Ja, dat heb je mooi goed. Ja, oké, okay, je hebt zelf ook gevoetbald op hoog niveau. Ja, ik heb op redelijk hoog niveau gevoetbald. Ik ben door een blessure aan mijn knie moest ik noodgedwongen stoppen. En nou ja, ik kreeg op een gegeven moment kinderen. En nou ja, toen hadden ze geen trainer. En dan weet je al hoe dat gaat. Dan is het, jongens, kunnen we gaan, hebben we geen trainer? Nou, toen ben ik opgestaan en eigenlijk ben ik zo een beetje ingerold. Ja, en mijn hart ligt toch bij het vrouwenvoetbal. En ik denk dat ik daar nog een hoop van... aan kan betekenen, zeg maar. Hoe is het bij het vrouwenvoetbal geregeld? Moet je daar ook cursussen voor doen? Ben je ook trainerschap? Als je echt nog hoger gaat, moet dat eigenlijk wel. Ben je dat verplicht? Ik heb zelf TC3 gedaan. Omdat ik vond dat je dan weer wat meer achtergrond hebt. En dat je je ook wat makkelijker staande kan houden. Nou babbel ik best wel makkelijk. Dus dat heb ik dan denk ik als pre. En het schijnt, of tenminste die meiden zeggen dat ik er toch best wel een beetje verstand van heb. Dus, Het is ook weer mijn geluk dat ik jou als babbelaar naast je heb. Nou, hoef ik niet zoveel vragen te bedenken, dat is wel lekker. Hè? Het doel is tweede divisie, dat lijkt me duidelijk, hè? Ja, ik ben het helemaal met je eens. Tweede klasse. Ja, we zitten nu nog in de race voor de derde periode. Ik vind, als ik kijk naar de groep en de tegenstanders die we hebben, dat we eigenlijk gewoon ook in de tweede klasse thuis horen. We zijn meestal de voetballende ploeg en we moeten toch tegen de wat fysieker ingestelde ploegen. Plus, we hebben in de winterstop hebben we ook tegen de tweede klasse gespeeld. Die nu tweede staat in de tweede klas. En daar hebben we gewoon een heerlijk wedstrijdje tegen gespeeld. En dan denk je, ja, daar kun je gewoon mee. Dus ik vind dat we die stap moeten maken. Ja. Jullie trainen 2 keer per week ook? Ja, we trainen 2 keer per week en dan 1,5 uur. Ja, welke avonden? De maandag en de woensdagavond. Kom ik een keer langs om te kijken. Want damesvoetbal, dat vond ik vroeger altijd. Had je van die paasschoolvoetbaltoernooien. En dan damesteams, middelbare scholen tegen elkaar. En daar genoot ik altijd intens van, moet ik zeggen hoor. Nou, het is mensen vergelijken vrouwenvoetbal inderdaad wel met mannenvoetbal. Maar eigenlijk staat het toch wel los van elkaar. In de hockey, tenminste zo doe ik dat altijd. Is het toch anders. De dameshockey kijken ze toch anders naar als het mannenhockey. En dat hoort eigenlijk bij het vrouwenvoetbal ook. Ten opzichte van het mannenvoetbal. Het is heel anders. Er wordt niet voor elke poep en scheet op de grond gelegen. Het is veel normaler. Ik bedoel, wij kijken ook wel televisie. Maar wij doen niet voor of na eigenlijk wat die grote mannetjes allemaal doen. Dus ja, dit is gewoon veel puurder. Als ik kijk naar al die damesteams op volleybalgebied, op hockeygebied, op waterpolo-gebied en ook op voetbalgebied. Nederland timmert daarin enorm aan de weg. Ja, dat klopt. Dus ik denk dat het een goede zaak is, ook voor DVS, dat we inderdaad gewoon moeten promoveren. Wij gaan gloriejaren meemaken bij DVS damesvoetbal, Mirjam. Ik weet het zeker. Okay. En ik hoop daar inderdaad mijn steentje aan bij te kunnen dragen. Hartstikke goed. Bedankt voor dit interview. Ja, graag gedaan. Helemaal top. Oké. En dan nu Gijs Hunnestein. Daar gaan we het weekjournaal mee afsluiten dit keer. En dit was mijn... eerste kennismaking ongeveer met Gijs Hunnestein. Dat was het jaar 1960. Ik was 11 jaar oud. Ik kwam uit Jakarta en terug naar Rotterdam een jaar gewoond. Terwijl ik Ajax-iet uiteindelijk ben geworden. En vervolgens mocht ik me opgeven bij DVS 33. Dat was bij jou. Was dat nog veel later, Gijs? Hè? Ja. Dat je opgaf voor voetballen. Ja, ik weet niet eens de datum meer. Ja. Maar je was 15 of zo? 15. Ja. Dus dat is 65 jaar geleden. Ik ben nu 80. Ja. Nou, dat is nog even geleden, ja. Ja, dat is even geleden. Hey, en op je 18e,
begon je al, zat je gewoon al in het eerste. Gewoon na 3 jaar voetballen. Ja, maar die 3 jaar had ik niet met de KNVB, voor de KNVB gespeeld. Dus dat deed je een beetje vriendschappelijk in de jeugd. Want je was nog geen gerechtigd lid, was je. En, nou, je moest wel betalen, wil ik wel even zeggen hoor. Wel betalen, maar hier was je, hoe oud was je hier, 1960? Ja, hoe oud was ik toen? 1960, god man. 27 of zo? Ja, in die buurt. Ja, in die buurt, hè. Hey, maar dit elftal, ja, ik... nou, noem ze maar op. Jan Mekes, Bram van den Berg, Veenvliet. Witteveen, dacht ik. Witteveen, ja. Nou, dat is Jaap Snuf, zijn we altijd. Jaap Snuf, ja. Jaap Tempel, hè. Ja. Evert Wouters, Kees Sterk, Tony Boerboom, Wil Schep, Schenk. En Wim Nieuwenhuizen was dat, ja. Ja, Wim Nieuwenhuizen, de broer van Bertus, hè? Van Bertus, ja. Oké, okay. Hey, en in 1963, daar had ik in de voorbereiding op dit weekjournaal eigenlijk ook mee willen beginnen. In 1963 werd ongeveer dit elftal, maar dan uitgebreid met Jan Dooyewaard, Jan van der Vlis enzovoort, werd kampioen. Ja, dat was wat. Hier op de veld 2 was dat, veld 2, ja. Ja, dat was een feest. Die velden waren toen nog maar net, net aangelegd, hè? Ja, die waren nog maar net open, ja. Nou, hele bosse bloemen, dat hebben we op die foto gezien. 1 blosje tulpen, kwam me vooral op het laatste moment nog mee aan. Dat was niks. Dat was helemaal niks. Nee, net al een week op de vaas staan. Die hingen helemaal achterover. Ja, en jullie speelden toen in de 4e klas en promoveerden naar de 3e, dacht ik. Ja, geloof ik, ja. En we gaan... Ik denk zo'n beetje 10, 12 jaar in gespeeld. Ja. Oké, okay. En we gaan nu verder weer op dat plekje daar. We zijn bij de foto van 1960 begonnen. Toen kwam 1963 eraan, dat glorieuze jaar met toch wel hele goede spelers, Gijs. Ja, goede spelers. Ten opzichte van nu was dat natuurlijk niet zoveel soep, om eerlijk te wezen. Kijk, Bertus, ik weet niet eens of hij er ook bij was, want die is nog een jaar wat naar voren geweest. Hè? Maar dat was alleen van de betere voetballers, Wim Verleeuwen. Dat waren wel een beetje de Hart Nijhuis. Jan Dooyewaard, die heeft uiteindelijk bij Vocht Zondag natuurlijk heel hoog gespeeld. Volgens mij is hij zelfs landskampioen geworden. Ja, maar Jan had die nam een positie in. Die kon altijd goed wezen. Kijk, een andere moest het vuile werk opknappen. En dan Jan, die maakte daar mooi gebruik van. Want hij speelde de laatste man, er stond er 10, 15 meter achter. Dus dan nam hij meesters. Op zijn borst en dan eens een keer op zijn dijbeen. En dan op zijn schoen en dan kon hij er wat mee doen. Hè? Ja, die was slim zat. Ja. Een slimme donder. Hey, na 1963, ben je toen nog lang doorgegaan? Wanneer ben je gestopt? Nee, ik ben gestopt toen ik 47 was. Dus ik heb 33 jaar het eerste voetbal dan afgebroken. En toen ben ik met de oudjes, allemaal al het eerste elftal spelers. Hebben we toen een elftal bij elkaar geraapt en daar zijn we toen verder mee gegaan. Toen zijn we later ben we nog naar Curaçao geweest, Aruba. Heb ik een wedstrijd of 5 gespeeld. En ik ben doorgegaan op mijn 47ste en toen brak ik mijn poot. En toen was het afgelopen. Toen was het afgelopen. En toen dacht je van, nou dan ga ik me maar verdienstelijk maken. Ben je toen gelijk hier het vrijwilligerswerk ingestapt? Nee, ik ben eerst, toen ik met voetbal stopte. Toen ben ik bestuurslid geworden en leider. Want eerder als je bestuurslid of leider wilde worden van een eerste. Toen ben ik leider geworden van het eerste, dan vroegen ze me. Maar dan moest je ook in bestuur zitten, anders kon het niet. Dus daar heb ik 6 jaar in bestuur gezeten en leider. Nou, en toen ben ik met dat oude elftal... Ja, sommigen die beginnen de eerste elftal spelers, die gaan lachen. Ja, zo'n lang interview heeft Edmund nog nooit toegegeven. Ja, je krijgt vanzelf natuurlijk een enorme binding met die spelers, hè, omdat je hier bijna ook dag en nacht bent, Gijs. Ja, ik kijk nou is het natuurlijk de laatste jaren iets minder. Maar eerder ken ik de hele jeugd, alle jongens ken je. Maar dat was weer de zoon van die, die het eerste voetbalde. Dus ja, dan, dat was allemaal wat makkelijker.
En je hebt nou te maken met allerlei jongens waar je de naam zo wat niet uit kan spreken. Ja, je kan één naam kan je wel heel goed uitspreken, dat is die van je zoon. Die heeft toch een aardige trainerscarrière aan het, aan het opbouwen, hè? Bert Hunestein? Ja, die loopt een paar jaar mee al, ja. Hij is eerst dan van DWS naar, toen was Pek Zwolle, Pek Zwolle. Nou, nu is hij bij DWS gaan voetballen. Nog een paar jaartjes bij Host. En toen is hij zachtjes aan, is hij in het trainingswereldje terecht gekomen. En dat heeft hij aardig verdienstelijk gedaan overal. Jazeker. Denk jij dat hij ooit nog eens trainer van het eerste van DVS zou kunnen zijn? Dat weet ik niet of DVS hem kan betalen, weet je wel. Dat is natuurlijk, want die is niet goedkoop. Hè? Maar die kans zit erin, ja. Die kans zit erin. Ja. Hoe zou je dat vinden? dat zou ik hartstikke leuk vinden. Echt, zou ik trots op wezen. Ja. Nee, de maandagmorgenploeg. Kan die nog een beetje versterking gebruiken? Of zeg je van nou, laten we dat maar niet doen, want we hebben net een lekker clubje bij elkaar. Nou, kijk, de versterking gebruiken, ja. Je kunt natuurlijk altijd, kijk, je moet ook een paar vakmensen moet erbij hebben. Hè? Het is niet enkel die bezem. Maar je moet natuurlijk op een gegeven moment ook mensen die, en die hebben we nou een paar, en die moeten we zien te houden. En ja, kun je er een paar bij krijgen, dan zal die meegenomen in. Dat spreekt vanzelf. Ja. Maar we kunnen ons redden, dus ja. Je moet wel een beetje kunnen lullen, je moet een beetje sfeer kunnen maken. Ja, kijk, het is ook leuk natuurlijk. Niet altijd, maar het is, als vier pootje in de buurt komt, dan wordt het altijd leuk. Dan, dan wordt het maar één opgekrikt, het niveau. Oké, wat vind je over niveau gesproken? Wat vind je van het niveau wat het eerste in de topklasse heeft gebracht? Ben je verrast of zeg je van, nou, jammer dat het de laatste tijd wat minder gaat, zeg maar? Nou ja, je hebt het zelf al gezegd. Dus ik heb geweldige wedstrijden zien, die eerste helft van de competitie. En nu is het wat minder, ja. Nou, het is jammer, maar ja, goed, dat sluipt er dan in. En dat is natuurlijk niet makkelijk om dat zomaar in één of twee weken weer recht te trekken. Dat valt niet mee. Dus, maar ja, we hebben natuurlijk buitengewoon gepresteerd. Want voor mij was het al, jongens, als we erin blijven, dan hebben we dat geweldig gedaan. Maar ja, als je er dan zo kort bij komt in die tweede klas. Kijk, dan zeg je wat jammer dat we nou niet iets zien. Al letterenwees zijn in die achterhoede. Pakken die bal weg. Kijk, het zijn drie wedstrijden geweest waar we eigenlijk de punten weggegeven hebben. Dan scheelt je zo'n punt of zes. Kijk, dan sta je er weer anders voor. En dat is jammer. Ja, dat is op zich heel erg jammer. Maar wat vind jij nou van zo'n tweede divisie, derde divisie? Ik moet zeggen, die topklasse, dat vind ik geweldig. Echt, ik vind het gewoon geweldig. Ik ben blij dat ik dat nog meemaak. Echt, dat is geweldig. Dat zou ik niet graag gemist hebben. En dan de toekomst. Ja, de toekomst. Ik weet niet hoe dat verder gaat, precies. Maar ik denk dat je ook financieel knap aan de bak moet als je tweede divisie wordt. Kijk, en is dat allemaal haalbaar? Hè? Je moet oppassen natuurlijk dat je en niet te grote broeken doet. Maar financieel, kijk eens, Gijs, daar hoef je geen zorgen over te maken. Dat is toch ongelooflijk? Ja, we hebben natuurlijk die businessclub, jongen, dat is voor mij, maar dat heb ik al vaker gezegd. Die businessclub heeft voor mij hier de zet gegeven, hoor. In mijn ogen tenminste, hoor. Ik wil het spuur DWS niet tekort doen, maar de businessclub die heeft het voor mij die zet gegeven waar we nou staan. En die ben ik er dankbaar voor, dat vind ik geweldig. Absoluut. Ja. Hey, hoe is het tegenwoordig met die leerlingen van Groevebeek? Luisteren ze beter naar je dan in mijn tijd? Nee, ik heb nooit geen problemen gehad. Niet met jou, niet met die anderen. Maar er liep er eentje tussen hier buiten Ermelo. Ja, die dacht even, is die ouwe, die zal ik eens even scheren. Hè? Ja, nou, dat ging niet helemaal. Nee, maar nu is het in ieder geval weer dik in orde, of niet? Ja, ik spreek hem nooit hoor. Dat hoeft ook niet, maar... Nee, hey. Nee, dat... kijk, het blijkt ook nu allemaal anders te zitten. En dat was je vroeger niet verteld.
kijk dat Groevenbeek hier ook. En dat nou ja, de boel op een andere manier is gaan. Niet enkel van de gemeente of zo. Dat is allemaal wat anders geworden. En ja, je moet toch maar accepteren dan als er iets. Meer kun je er eigenlijk zo wat niet over. Ja, nee, maar het is ook belangrijk dat die kinderen natuurlijk aan het bewegen blijven. En, en dan is zo'n accommodatie natuurlijk na school is werkelijk fantastisch. Ja. Ja, maar het is natuurlijk wel op een gegeven moment, als dan die ik weet niet hoe dat spelletje heet, maar die harde ballen, dan was je daar bezig. En dan zei ik, jongens, willen jullie iets verderop gaan staan? Maar dat deden ze niet. En die leraar die wilde dat al helemaal niet. Ja. Die dingen die floten om je oren. Ik denk, als je een ding voor je kop krijgt, dan lig je het in de vlakte. Ja, nou, het is nog net geen honkballetje. Het is een softbal. Ze zijn ietsje zachter dan een honkbal. Maar als je hem tegen je kop aan krijgt, Gijs, dan dat voel je wel, ja. Ja, dus zodoende dat even een beetje uit de hand liep. Oké, okay, nou, hey, Gijs, ik moet je zeggen, namens DVS-publiek, als ik de koning was, dan had je nu al lang, of ben je al lang lid in de Orde van Oranje Nassau, of weet ik het, of ridder, of wat dan ook. Ik zou wel een lintje op moeten halen, ik denk het wel. Ja, denk ik ook. Wat mij betreft heb je hem in ieder geval verdiend voor al je fantastische vrijwilligerswerk, Gijs. Ja, het wordt 21 jaar nu. Ja, in juli. Ja, nee, dat is toch fantastisch. Dat is een end, hè? Ja. Okay. Ja. Heel veel plezier nog met de maandagmorgenploeg en natuurlijk ook met de hoofdmacht op het veld. Goed, hey, bedankt, Piet. Ja. Oké, okay. Jij ook.